hebben een plek aangewezen gekregen van een Franse man, waar het beter was. Toch zijn we hier al gisteren wezen kijken. Wij vonden het niet heel erg geschikt om auto's te laten stoppen. Maar voor wat we hebben begrepen van die man, is dat het hier vaker gebeurt. En dat hier gewoon auto's stoppen. Handig als we onze kijkers even laten zien op wat voor klein stukje strook het gaat waar de auto's gaan stoppen. Zo. Let's ride! Ik weet niet wat het is, T1 of T2, weet ik veel. Dus Maarten kwam terug. Ik zeg, misschien moeten we die even uitspreken. Ja. Dus Maarten ging er gelijk heen. Ik ben en hij komt rennend terug. En hij zegt, ze gaan nog voorbij Parijs. Joehoe. Ze gaan nog voorbij Parijs. Joehoe. Ja, super chill. Ze gaan zo ver naar het zuiden. Tenminste, zuidwesten. Zuidwesten gaan ze allemaal. Weet je niet de plaats? Nee, ik ben heel slecht in Frans en vooral Frans van de namen. Maar heb je het op de kaart laten zien ofzo? Hij liet op de kaart zien en het zag er nice uit. Oké. Ja, anders kijk ik ook vanzelf even mee en dan boorden even laten nog een keer. Kom goed, we zitten dus waarschijnlijk in een fucking chill busje. Want ik loop naar die gast en ik zeg dus, hey, mooi bus man. Hij zegt, ja dankjewel. Ik zeg, waar ga je even heen? Hij komt uit Frankrijk. Ja. En hij gaat dan niet naar Parijs, maar hij gaat dus wel een stuk naar... Heel stuk naar zuid. Okay. Van westen. Heb je Engels? Hij sprak Engels, ja. Ja? Oké, nou dat moet goed komen. Mijn telefoon is weer een beetje opgeladen. We gaan nu even ons gereed maken dan. Ja. Want ik moet ook wel op dezelfde zeiken, denk ik. Ga snel. Dat is één persoon? Nee, met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Dan moet je er gewoon achterin zitten. Ja, als het goed wel. Als het goed is, tjaka. Nice. Oké. Okay. Nice. Het is dus dat busje daar. Zet een copyright op de man en op zijn mooie wagen die daarmee tours aflegt door heel Europa. Ze mochten helaas niks filmen in onze lift zelf. We zijn ergens een klein beetje ten zuidwesten van de stad Parijs. We hebben ongeveer 300 kilometer aan lift gekregen. Alleen die kar die rijdt ongeveer 60 kilometer per uur, dus we hebben er ongeveer 6 uur over gedaan. We zijn ook nog een paar keer bezig stoppen. In tanken en bij tolwegen moeten staan. Heel tof van die man. We zouden eerst in zijn achtertuin mogen slapen, tentje mogen opzetten. Toen we hier aankwamen zegt hij, ja ik heb nog een ander huis. Dus jullie mogen wel in dit huis verblijven. Aangekomen in dit huis, we hebben een rondleiding gekregen. Een keuken gezien. We hebben al 5 slaapkamers. We hebben een goede kamer gekregen. We mogen hier van alles gebruiken. Maar we zijn best wel een beetje kapot, want we hadden gisteren al weinig geslapen. En nu veel met het warme weer geprobeerd te liften. Ja, dus we gaan maar zo naar bed. Ik zeg, maar Maarten slaapt al bijna. Ik ga pitten.
We zijn dus een paar honderd kilometer in Frankrijk. En dat is goed nieuws. Ik zeg wel trusten. Trusten. Goedemorgen. We zijn hier in een van de plaatsje. Wat is het een plaatje? Geen idee. Hier van het gasthuis van Victor. Van Victor. We hebben net met eitjes en gekookte aardappels gekregen. Super chill. Ja toch? En we zijn nu aan het koken. Zullen we een rondje op het huis aanlopen? Een rondje op het huis. Dus dat was de keuken. Dit is de living room, denk ik. En dit huis is echt alleen voor gasten. Oh, dit is een andere, dit is een living room. En een klein kamertje met vogels. Een wc. Van boven. Hier heeft hij allemaal slaapkamers, zoals deze, en deze, en deze, en deze, en hier ook nog een badkamer. Hallo! Hi! Yeah! Hierboven. Ach, gaat verdomme, met de hand door spinnenweb. Is waar wij sliepen dan. En je mocht afstand daar slapen. Ja. Twee matrassen. En één keer hier. Dat matras. Nu ben ik even buiten, een rondje aan het lopen. Hier achter me is het huis. Opzichter. En verderop, hier ergens, woont Victor zelf. Zo, dat was dat. Het is jammer dat één ei is geëxplodeerd. Ja, dat is jammer, ja. Dat zou ik hetzelfde eigenlijk hadden. Het schijnt te helpen. Doe maar. Een beetje vochtig worden dit zelf. Nee, ik moet niet echt veel uit. Kutplek, weet je. Ja, maar dat heb je dus wel. Maar dat heb je wel. In een grotere plaats heb je dus wat beter internet. Ja. Wel dat. Kaan, hier is maar best wel kut geknipt. Dat heb ik niet gehouden. Sorry man. Oh, je bent aan het filmen. Dat zeg ik je net. Hallo. We waren in het huis en ik scheer mij normaal gesproken elektrisch. Ja, ik zal het maar vertellen. Dus ik begon met scheren en ik haalde hier al een vette hap uit mijn baard. Hier ergens. Blijkbaar is mijn scheerapparaat aangeweest. Al ergens in deze week. En nu dacht ik, ik knip het een beetje bij met het schaar, want het zag er echt totaal niet uit. Eerst heb je een kapper gezocht en nu moet je maar een barbier gaan zoeken. Ja, echt hè? Fucking hell. Ja. Maar goed. In grotere plaatsen heb je wat meer internet. Even willen vertellen, daar zou je heen gaan en dat wordt. Waarschijnlijk heb je langs de kust ook wel wat grotere plaatsen. Dus we gaan naar Cannes, of in ieder geval die kant op. Van naar Cannes. Cannes. Dat kan. Ja, dat kan. Het kan dat we naar Cannes gaan. En ja, we gaan dus langs de kust en we gaan dus niet naar Parijs. Waarom
We gaan niet meer naar Parijs. Nee, oké. Okay. Dus dat betekent? Dat het bord. Dus, arrivederci. Ja. Gooi dat maar weg. Geen Parijs meer. Eerst het handen bakken. Mooi.